Nou, belangrijk om te weten is dat bij een facelift er eigenlijk ook heel vaak iets aan de hals wordt gedaan. Maar heb je een fors overschot van de huid hier of zijn de spieren slap geworden, dan kun je gaan kijken of je niet echt de huid hier aan moet pakken en of je de spieren van de hals ook strakker moet zetten. Maar het is verwarrend, want in de volksmond, in het dagelijks gebruik, wordt een face en een face halslift door elkaar heen gebruikt. Maar we kijken naar jouw hals en jouw gezicht en dan kijken we of je uitkomt met een wat beperktere facelift of dat je een volledige face halslift nodig hebt. Het wordt eigenlijk altijd de onderhuidse weefsel ook strak getrokken. Dat heeft ermee te maken dat als je alleen huid verwijdert, hier bij jezelf, dan zie je effect. Maar huid rekt. En dat betekent dat dat effect nooit duurzaam zal zijn. En om die reden doen we eigenlijk hier met name de deep plane face halslift, waarbij we een laagje dieper gaan dan de huid alleen en ook het stevige weefsel van het gezicht aantrekken, zodat je een veel duurzamer effect krijgt.